Jy vra my vriend, hoe vat die hand van die geschiedenis vir Berekraal en Majuba saam? Hoe strek sy greep van Kreursdorp tot by die Natalse grens? Hoe skakel hy op die klip met die berg? Laat ons dan by Berekraal begin, waar die eenvoudige suil met dek en booghek op een rotslaag tussen waaigras staan en een vryheidsspoor daar vandaan terugsny na Wonderfontein buiten Pretoria op 10 December 1879, waar die Volkskomitee vergadering bijeengeroep het. Paul Kruger, onderpresident van die oude Transvaalse Republiek, zou die hoofdspreker wees. N.J. Smit, gevolgd door 400 berede man, kom na Kruger's tent aangerij. Hierdie vlag, wat ek dra as die symbool van ons eenheid. Ek vertolk die gevoel van al my vriende en volgelinge hier, wanneer ek julle verseker dat ons gereed is om goed en bloed op te offer om hierdie vlag, die vierkleur, te verdedig. Vriende, broers, hierdie vlag is die vlag van ons vaders. Dierbaar was dit vir hulle, dis dubbel dierbaar vir ons. Laat ons allemaal wees dat ons dit sal bewaar en, as dit nodig mag wees, ons bloed daarvoor sal gee. Ja, ons bloed, ja. Ons bloed, ja. Ek moet van hierdie geleentheid gebruik maak om vir u te sê dat ek gehoor het dat hier mense is wat uit vrees hierheen gekom het. Se Badel Frère, se Garnet Woolsley het hulle beskerming aan hierdie mense beloof. Ons doen dieselfde. Ek sta persoonlik borg vir hulle veiligheid. Maar laat hulle ons dan verlaat. Ons wil hulle nie hier hê nie. Moenie dat vrees of valse trots sulke mense terughou nie, sodat daar nie agterna gesê word dat een enkel man teen sy sin hier gehou is nie. Laat daar eenheid onder u wees en laat wysheid u krag gee, sodat u na kalme beraad tot 'n besluit mag kom, wat sal wees tot die beswil van ons land. Almal wat dus verplig gevoel het om te kom, ga nou weg. Ek herhaal, gaan weg. Gaan niemand weg nie. Wel, dan het niemand die reg om iets achter ons rug te sê nie. As enig iemand dit wel doen, noem ek hom 'n lafaard. Vriende, u ken die geskiedenis. U weet hoe die Republiek in 1877 deur Sir Arthur Sefton tot Britse gebied geannexeer is. U weet dat hierdie daad teen die wil en wens van die grootste deel van die blanke inwoners was. U weet ook hoe ons aanhoudend teen annexasie geprotesteer het. U is daar goed bewus van hoe twee te vergeefse deputaties na Londen gegaan het om die Britse regering te onderhandel. Ons geduld begin opraak, maar Engeland is machtig. Ons moet ons woorde goed tel vandag. Dink goed na oor die gevolge van 'n onbesonne daad. Wag, as dit nodig mag wees. Wag liever tot môre. Ek wil ook graag my onafhanklikheid terug hê, maar ek moet u dit op die hart druk. Dis nie 'n ligte saak wanneer u so onvoorwaardelik uitroep, ja, ja, ek wil veg. Kruger was in waarheid vechter vir die vrede. Maar hy die bui, nie meer nog, die hart van sy volk geken. Hy die grense van hulle geduld geken. 'N besluit is geneem. 'N besluit wat onder meer gesê het, dat die burgers van Transvaal nie onderdane van haar majesteit was nie, en het ook nie wil wees nie.
dat die volksraad zo gauw moontlik weer moet vergader, dat die volk geen bloedverspilling verlang nie, en die moeilikheid met die Britse overheid vreedzaam wil oplos. En toe is haar besluit, dat daar later weer een volksvergadering gehou sou word, die keer op Perekraal. Op 8 december 1880 het tussen 8 en 10.000 burgers bijna allemaal gewapen op Perekraal vergader. Die volkscomité besluit dat die regering sy werkzaamhede moes hervat en dat visiepresident Paul Kruger die volksraad tot een buitengewone sitting moes oproep. Hierdie besluit is skriftelik aan hom oorgedra. Die volk van die Suid-Afrikaanse Republiek het op sy vergadering van vandag een besluit geneem waarvan ons die eer het om u een afskrif te stuur. Daardie besluit gebied ons om die wil van die volk so gauw moontlik ten uitvoer te bring en aangezien president Thomas Borgers die land verlaat het, volg ons die voorskrif van die wet, waardoor u edele as visiepresident aangestel is. En ons stel daardie volksbesluit in uw hande. Geteken M.W. Pretorius, voorzitter van die volkscomité. Geteken W.E. Bok, secretaris van die volkscomité. Dis 'n ontzaglike, ja, verskriklike beslissing wat ek moet maak. Ek wat nog altyd gepleit het vir die pad van vrede, wat self so hartstochtelik daarin glo, ek moet die volksraad bijeenroep. En wat beteken dit anders as 'n direkte oorlogsverklaring? Ek moet namens 'n volk, 'n klein volkie vir Engeland die oorlog aansê. Kan ons ooit te kaas hê? Kan ons? En as God het so beskik dat ons moet ondergaan, dan het ek my volk ten gronde gelê. Ek is geen rebel nie, maar ek is ook geen lafhaard nie. Ek het 'n opdrag van my volk ontvang. Ek durf dit nie weier nie. Jarrison! Dr. Jarrison! U het geroep, meneer Kruger. Sit. Is daar iets wat u wil bespreek? Ek wil jou ding vra. Ek sal probeer antwoord. Sê vir my, Jarrison, hoe besluit die mens tussen twee moedies? Jy kyk hoe ver die pad van elke moenie loop, en waarheen dit loop. Dan kies jy die een wat die ideaal het. Hulle is nie een sonder ideale nie. Die een teen oorlog hou die ideaal van vrede met die gevaar van ewige onderdanigheid. Die een vir oorlog hou die ideaal van vrede met die gevaar van nederlaag, wat ook ewige onderdanigheid kan beteken. As ek jy daarin my herinner, meneer Kruger, u het die hoop op Gladstone en sy sympathie teenoor die Transvaalse saak gevestig gehad. Nou is hy aan bewind, maar hy het sy verkiesingsbelofte verraai. Moet my asseblief nie nog daarin herinner nie. U het Flissies toch self gesê, vrede beteken ewige onderdanigheid. Oorlog het minstens twee moontlikhede. Maar ek durf nie geen rebel wees nie. U hoef dit nie te wees nie. Deur u optrede moet u aan die wêreld toon dat u die wettige gesag in hierdie land verteenwoordig. Maar hoe? Hoe kry rebellie die status van wettigheid? Kom, Jarrison, dis benoud hier in die tent. Kom een stap na buiten toe. Ek jy nou daar binnen een vraag gevra. Transvaalse vryheid is om ontneem. Dis u reg om dit herstel. Ek vra nog altyd, hoe? As visiepresident kan ons met reg sê dat u die amp van die ou regering voor annexatie geërf het. Al wat dus gedoen moet word, is om 'n hoofstad te bemeester waar die Engelse Unie kan bykom nie. Lei die volk daarin. Maak dit die setel van die administrasie. Dan het u geneem wat u toekom sonder bloedvergieting, sonder dat u rebel is. Dink jy in Heidelberg? Dis wat ek in gedagte het. Dis sentraal geleë tussen die Engelse garnisoene in Pretoria en Potchefstroom en die Natalse grens. Want uit Natal uit sal Engeland waarskynlik die land probeer herover. En dan beteken dit oorlog. As 'n mens vir jou vryheid moet veg, beteken dit eintlik maar dat jy vir vrede veg. Die maan skyn sag en helder vannag, Jarrison.
Daar is soveel vrede buiten. Saam met die skrifwoord wil ek ook graag kan sê. In u lig sien ons die lig. Dankie vir jou raad. Ek mag gaan. Goeienag, Edele. Nag, Jorissen. Drie uur lang het Kreur daarin nog alleen geworstel. En toe het sy besluit vastgestaan. Die volksraad zou op 13 december vergader. Ek staan hier voor uw aangesig, geroep door die volk. En die stem van die volk het ek die stem gehoor van God, die koning van die volk. Ek herinner die volksraad daaraan, dat die my tijdens die sitting van maart 1877 tot visiepresident benoem het. Ek het nie gedink aan my eie bekwaamhede nie, maar gedoen wat my hand gevind het om te doen. Die volk het nou geëis dat die regering weer een funksie moet tree en deur die volkskomitee is aan my opgedra om daardie besluit onmiddellik uit te voer. Ek wil nie 'n lang toespraak hou nie. Die volksraad moet nou verder voorsiening maak vir die landsbestuur. Meneer W. Bok is reeds door my tot waarnemende staatssecretaris benoem. Ek wil u graag daarin herinner dat die saak van ons land, hoe ernstig ook al, in ooreenstemming met die wet is. Die wet van nasies is aan ons kant. En hoe swak ons ook al mag wees, onze God is een regverdige God. Mag die Heere uw arbeid seën en ons vaderland behoed. Een driemanskap is door die volksraad benoem. Paul Kreur as visiepresident, Piet Joubert as commandant-generaal en gewezen president M.W. Pretorius. Jorissen is as staatsprocureur benoem en diezelfde dag nog het hy en Bok een proclamatie opgestel waarin die herstel van die republiek aangekondig is. Ja, wat een rapport brengt. Meneer Kreur, die schietery het begin. Nie so holles te bolder nie, kerel. Waarvan praat jy? Veg-generaal Kron, jy moet sy commando na Potchefstroom om die proclamatie van onafhankelijkheid daar te laat druk. Hulle kon nie anders nie, want dit is die enigste drukkerij in die hele... Ja, man, dat weet ek self. Wat het toe gebeur? Toe hulle in Potchefstroom kom, die soldaten van die Engelse garnizoen op Kron, jy sy patrolie begin skiet, sommer so in die straat. Dan het die vryheidsoorlog begin. Die nuwe regering het dadelijk die Britse garnisoene in Pretoria, Potchefstroom, Leidenburg, Standerton en Rustenburg probeer beleer en die rest van die weerbare burgers nabij Lyngsnek op die grens van Natal geplaas om een opmars van Britse troepen uit Natal te probeer verhinder. En op 20 december, net 7 dae na die sitting van die Volksraad, is kolonel Anstruther, wat van Leidenburg naar Pretoria in opmars was, bij Bronkhorstspruit verslaan door commandant Frans Joubert. En op 28 januari bij Lyngsnek en weer op 8 februari bij Skuinshoogte slaan Piet Joubert vir sy George Colley sy magte terug. Colley spreek sy soldate toe. Ons verliese was zwaar, maar ten spuite daarvan wil ek graag sê dat ons nie een greinkie van Engelandse prestige verloor het nie. Vanweer die verliese wat ons gelei het, is ek genoodzaak om op versterkings te wacht. Maar eindelijk sal ons daarin my Juba hevel verover. En my oprechte begeerte is, dat allemaal wat hulle tot dusver so edel onderskei het, dan met my sal wees. Goeienag. En in Engeland was syn die imperialistische pers. Ons is nou verbind tot een strijd, wat ons nie anders kan nie as om deur te voer. Die weerstand van die boere moet gebreek word. Die opstand moet uitgewis word ten alle koste. Die gedachte dat ons ontmoedig sal word dier die ietwat onverwachte moeilikhede van die taak voor ons, en dat ons ons rug daarop sal draai, daaroor hoef ons nie woorde te mors nie. Dit is onsinnig om oor terme te praat. Daar kan geen sprake van terme wees, alvorens ons militaire teensla herstel is nie, en die Britse gesag weer oor Transvaal herstel is. En Kreur
nog steeds die man wat vrede bo alles begeer en in die integriteit van die Britse volk hartstochtelijk glo, schrijf een paar dagen na skuinshoogte aan Collie. Ons soek geen ruzie met die imperiale regering nie. Maar ons kan nie anders as om ons laaste druppel bloed vir ons regte op te offer nie. Soos wat elke Engelsman sou doen. Ons weet dat die edele Engelse nasie, as hulle eenmaal die waarheid en die regverdigheid ken, aan ons kant sal staan. Maar as met die annexatie volgehou word en u voortgaan om bloed te verspil, sal ons, onderworpen aan die wil van God, ons lot aanvaar en tot die laaste man vecht in die ongerechtigheid en geweld ons aangedaan. En die verantwoordelijkheid voor al die ellende wat hier die land te beurt mag val, vierkantig op uw schouwers plaas. Collie's antwoord is het 10 antwoord van Kreur binnen 48 uur, hoewel hij goed geweten het dat de brief van Newcastle minstens 3 dagen nodig had het om op Heidelberg aan te komen. In elk geval was Kreur weg, onder meer naar Rustenburg. Die brief het onbeantwoord gebleven en die oorlog het voortgegaan. Er het voortgegaan tot 27 februari 1881. Generaal, generaal! Ja, wat is kijk daar op die berg! Die Engelsen is op Majuba! Ja, waarachtig hulle is daar. Roep generaal Smit. Goed, generaal. Daar is de duisternis van hulle daarboven, generaal. En jij gaan hulle daar afhaal. Ik zal ook, generaal. Hulle moest vannacht doorgesluip het. Die dag het skaars gebreek en kijk hoe uittarten staan hulle daar rond. Kreef voor jou roze Malanne Ferreira als je onderofficieren. Hoeveel manschappen zijn je nodig, hè? 80, generaal. 80? Tegen al Collie'se mensen. Ons moet voorzichtig klim, generaal. Als we ons gevaar is, het klaar met ons. Een klein klompje is makkelijker om te versteken. Ja, baie voorzichtig. Het zal deksels lang vat voor jullie boek kom. 4 tot 5 uur, generaal. Maar dat is die enigste kans. Ons moet hulle verras. O ja, zoek je mannen uit. Ik zal uw operatie dophou. Mag die heren jullie wapens zien. Dank je, generaal. Foeikie vir foeikie, van bos tot bos en klip tot klip het hulle geklim. Van boaf was hulle so te sê helemaal onsigbaar. Later, naarmate hulle hoër gekom het, was het net die bekke van die geweerlope wat nog sigbaar was. Toe veggeneraal Smit en sy manne reeds binnen 50 tree van Collie'se troepe was, was deze geweren nog op 500 tree gestel. En die bevel om te vuur het gekom. Storm! Storm! Vorentoe, Zek! Vorentoe! Absolute chaos! Waar is die officieren dan? Die regimente is in algehele verwarring. Hulle vlug blindelings weg. Kijk hoe springen hulle van die kraanse af. Ek het gesê, julle moet met my wees as ons hier die berg vat. Ik is alleen. En hulle het my. Hulle het my. Geachte vice-president, ik schrijf om u die blije tijding te brengen. Een mens zou gedink het alles was verloren toen ons zien dat die vijand die heuvel bezet gehad het. Maar tegen al ons verwachtings in het die Heere ons gehelp. En ons schrijf het net toe aan die wonderbaarlijke verlossing en hulp door al regerende en machtige God. Ons manschappen het die heuvel uitgeklim met de moed en energie wat bo alle beschreven is. Hulle het soos ware helde geveg, maar onze God, wat ons die oorwinning geskenk het en ons behoed het, het op glorierijke wijze alle daden van dapperheid te boven gegaan. Ik wens u edele vreugde toe met hierdie oorwinning, en dat hierdie dag in die toekomst als een dag van dank en gebed onthou sal word. Dis my wens. P.J. Joubert.
Begreep jy nou hoe Perekraal en Majuba mekaar ontmoet? Hoe tussen hierdie twee die hand van die geschiedenis reik? Hoe die vryheidsspoor geloop het? Een besluit van Perekraal het die oorwinning van Majuba geword. Die vryheidsoorlog was gewen. Die onderhandelings is aangeknoop. Op 8 Augustus 1881 is die vierkleur weer in Pretoria gehuis. Die Britse gesag is beëindig. Paul Kruger het die grootste triomf van sy diplomatie behaal.